ontslagen. Uit het ziekenhuis dan. U kent dat fijne gevoel misschien wel. Meneer Van Katwijk, we gaan naar huis. Hey, hartstikke bedankt voor de goede zorg. Vaak is de behandeling na ontslag nog niet klaar. Zo ook bij meneer Van Katwijk. Zijn medicijngebruik is tijdens de ziekenhuisopname flink veranderd. Thuis kan hij hier soms wat onzeker over zijn. Want hoe zit dat nu met die oude en nieuwe medicijnen? En wat moet hij doorgeven aan zijn apotheek thuis? We gaan even een stap terug. Gelukkig wordt hij daarin ondersteund. Voordat meneer Van Katwijk naar huis gaat, wordt hij geholpen door de apotheker van het ziekenhuis. We zorgen er tijdens de opname voor, samen met de arts en de verpleegkundige, dat de gegevens goed in het systeem staan. En bij ontslag zorgen we er ook voor dat al deze informatie terechtkomt bij de apotheek in de woonplaats. Tijdens opname verandert er vaak heel veel aan de medicatie. En meneer Van Katwijk kan dat moeilijk allemaal onthouden. Hallo, goedemiddag. Daarom is zo'n medicatielijst zo handig. Die kan hij meenemen, daar staat alles op en dan kan hij thuis nog eens rustig nalezen. Het is ook heel fijn als hij contact heeft met de arts of een apotheker, dat hij alle gegevens bij de hand heeft. Dan is iedereen goed op de hoogte. Als u in het ziekenhuis heeft gelegen en u twijfelt over uw medicijngebruik, neem dan contact op met de apotheker van het ziekenhuis.